heb het afgelopen half jaar stage gelopen bij ICT. Daarin heb ik de opdracht gekregen om een digital twin te maken voor een voetbalrobot. Digitale representatie van een fysieke robot. Fontys heeft een team genaamd het Rift Team. En die werken aan voetbalrobots om mee te doen aan competities. Zij willen tegelijkertijd de software maken terwijl ze nog bezig zijn met de hardware. En daardoor willen ze gaan experimenteren met een digital twin. Dus het afgelopen jaar heb ik in Unity, een game engine, heb ik dus een digital twin zitten maken. En die digital twin kan momenteel rondrijden. Terugsturen van zijn 360 graden omgeving in een videofeed. Het terugsturen van zijn locatie en zijn snelheid, et cetera. CoLab is een afdeling binnen ICT. Binnen het CoLab werken de stagiaires en de professionals samen aan de nieuwste innovaties binnen het technologische gebied. We waren in de COVID-situatie, dus het was vooral thuiswerken. Maar ondanks het thuiswerken heb ik dus echt enorm goede begeleiding gehad. Mocht ik support nodig hebben, kon ik meteen een meeting inzetten zonder van tevoren een afspraak te maken of iets dergelijks. Dat gaf mij een heel goed gevoel. Ik ben zeker blij dat ik bij ICT stage heb gelopen. Het was een van de beste momenten in mijn hele studie.